Nou, ik ben hier aan het fotograferen in de natuur, want het is inmiddels voorjaar geworden. De vogels fluiten en ja, het wordt steeds groener, steeds meer bloemetjes, steeds meer bijtjes en andere leuke insecten. En daar ben ik foto's van aan het maken. Wat ik alleen wel een klein beetje merk, is dat ik een klein beetje snel ben uitgekeken op de foto's die ik net gemaakt heb. Het zijn prima foto's op zich, maar het is... Ja, het is niet heel bijzonder of zelf heel indrukwekkend. En welke lens is nou misschien wel het meest geschikt voor deze tijd van het jaar? Nou, dat is natuurlijk de macro lens. En vandaag heb ik er een paar meegenomen. De lenzen die ik vandaag mag testen, dat zijn een aantal lenzen van Laowa. Een heel mooi merk die echt hele mooie macro objectieven maken. Ik heb een 58 mm, een 90 mm en zometeen ga ik ook nog even deze 25 mm testen. Dus een hele mooie lens waar je echt heel dichtbij mee kunt komen en flinke vergrotingen kunt maken. Dus deze ga ik even testen. Nou, de lens die ik nu voor mijn camera heb, dat is de 58 mm van Laowa, een 2.8 lens. En dit is eigenlijk een hele fijne allround lens voor macrofotografie. Je kunt behoorlijk dichtbij komen. En terwijl het ook nog een hele handzame lens is. En ik zal eens even een paar foto's maken. Nou, dan zie je eigenlijk dat je al vrij snel een best wel goed resultaat hebt van de foto's. Nog even een tip voor macrofotografie. Een veelgemaakte fout is bij macrofotografie, je zit heel dicht op je onderwerp en daar heb je van nature eigenlijk al heel weinig scherpte diepte. Ik heb de lens nu op diafragma 8 gezet, hè, dus dat is eigenlijk niet eens zo'n heel groot diafragma. En toch zie je dat er maar heel weinig scherpte diepte is. Als ik mijn lens nu op 2.8 zou zetten, dan zou ik het voor mezelf eigenlijk best wel moeilijk maken. Want dan heb je echt maar een paar millimeter aan scherpte diepte. Kan heel mooi zijn. Zeker omdat deze bloemetjes wat groter zijn, wil je natuurlijk eigenlijk dat de hele bloem scherp is. En dan kun je beter op diafragma 8 een foto maken. Wat ik nu eventjes ga doen, ik ga ook even mijn statief erbij pakken. Want dat helpt me om eigenlijk nog wat ja, nauwkeuriger scherp te kunnen stellen. Ik heb nu iets gevonden waar ik een mooie foto van kan maken met statief. Ik ga mijn camera heel dicht bij de bloem zetten om een hele scherpe foto te maken. Het waait een klein beetje en wat ik al wel gemerkt heb is als er een heel klein briesje is, dat je al meteen een hele grote beweging in beeld hebt. Dat is ook logisch, want je zit er echt super dicht op natuurlijk. Ik heb de meeldraden van deze plant daar heb ik op scherp gesteld. Althans, dat ga ik nu doen. En dan ga ik kijken of ik daar een hele scherpe mooie foto van kan maken. En wat ik in dit geval ook gebruik, dat is een heel handig hulpmiddel. Bijna alle systeemcamera's die zijn daarmee uitgerust. En dat is focus peaking. Het zijn eigenlijk een soort hulplijntjes die je in je display ziet. Die jou vertellen waar je op hebt scherp gesteld. Zeker wanneer je heel weinig scherpte diepte hebt, zoals bij macrofotografie, dan is dat echt een onmisbaar hulpmiddel. Daarnaast is het ook zo dat de lens van Laowa en ook veel andere objectieven, die hebben meestal geen autofocus. Heb je eigenlijk ook niet echt nodig bij macrofotografie, omdat je eigenlijk zelf heel goed wil bepalen waar de scherpte zit. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden als je op een bloem scherp stelt, waar die scherp moet zijn. Dus dan werkt het gewoon heel goed om met de hand scherp te stellen. Nou, ik heb hier een korte wandeling even gemaakt en ja, ik vertelde net al dat dat het steeds groener wordt, steeds mooier. Tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel bloemen die nog niet in bloei zijn en ja, dat is op zich niet zo erg. Want met macrofotografie kun je ook hele mooie foto's maken van dingen die in eerste instantie gewoon best wel gewoon lijken. Er staan hier heel veel van deze evergreens, bomen die altijd groen zijn. En daar ja, op zich lijken die op het eerste gezicht misschien niet zo boeiend, omdat ze eigenlijk, ja, ze staan eigenlijk altijd. Maar als je daar met een macrolens een foto van maakt, dan zijn er best wel veel nieuwe mogelijkheden. En zal ik eens eventjes laten zien. Ik zal hier even een foto van maken. Deze keer eventjes uit de hand. En dan ga ik eens even kijken wat voor bijzonders je daarvan kan maken. Kijk, en dan zie je dat je toch een hele, ja, een beetje een vervreemdend beeld hebt. Van gewoon een dennenboom die er eigenlijk altijd staat. Nou, ik heb geluk, want ik heb één beestje kunnen vinden. Er zaten niet zo heel veel, maar deze foto daar ben ik toch wel heel tevreden over. Ik heb werkelijk geen idee hoe het dier heet. Ik ben echt een leek als het gaat om flora en fauna. Maar ik heb hem wel scherp op de foto gezet, en, dus daar ben ik wel blij mee. Wat trouwens nog even een tip is, het waait een klein beetje, het is echt maar heel minimaal. Maar als je met dit soort lenzen werkt en je
je maakt echt flinke uitvergrotingen, dan is een hele kleine beweging echt een hele grote beweging in beeld. De oplossing daarvoor is eigenlijk om een hele korte sluittijd te gebruiken. Normaal gesproken gebruik je alleen korte sluittijden om bewegingen te bevriezen, bijvoorbeeld bij sportfotografie, voetbal, tennis. Maar ook bij macrofotografie heb je dat echt wel nodig, want het zijn kleine bewegingen, maar echt hele grote, snelle bewegingen in beeld. Dus als je hier een foto gaat maken op 1/100ste, nou, dan is de kans best wel groot dat die gewoon onscherp is. Dus je hebt die echt wel gewoon een hogere ISO nodig. Ik zit nu op 1/400ste bij ISO 1600. Het is best wel zwaar bewolkt, dus er is gewoon niet zoveel licht. Het is ook nog vroeg. En dan heb je dat echt nodig, want je wilt liever een foto met misschien iets meer ruis, iets minder goede beeldkwaliteit, die wel haarscherp is, dan dat je gewoon een foto hebt die, ja, gewoon net niet helemaal scherp is. Wat betreft macrolenzen heb je eigenlijk, nou, je hebt natuurlijk heel veel soorten. De meeste macroobjectieven zitten ergens tussen de 50 en de 100 mm. 105 mm komt ook heel vaak voor. De meest populaire lenzen van Loa, de twee lenzen waar je uit kunt kiezen, en dan heb ik dus over de echte allround lenzen, hè, dus de macrolenzen die gewoon breed inzetbaar zijn. Dat zijn eigenlijk de 58 mm en ook de 90 mm die ik hier heb. Beide objectieven hebben een vergrotingsfactor van 2.1 en dat is best wel bijzonder, want de meeste objectieven die hebben een vergrotingsfactor die niet groter gaat dan 1:1. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Nou, bij een 1:1 vergroting is je onderwerp net zo groot op je beeldsensor dan in werkelijkheid. En met een vergrotingsfactor van 2.1 kun je die dus eigenlijk nog twee keer zo groot maken. Dus dat is een belangrijk verschil en dat maakt deze lens wel, wel onderscheidend. Nou, dan heb je ook objectieven die nog verder kunnen vergroten, die wel 5 keer of 10 keer kunnen vergroten. En dat klinkt heel interessant, maar dat soort objectieven zijn wel iets minder allround, iets minder specialistisch. Omdat je daarmee ook extra apparatuur nodig hebt om die echt goed te kunnen gebruiken. Die gaan we straks nog wel eventjes demonstreren, want die zijn wel weer heel geschikt wanneer je binnen macrofoto's gaat maken. Nou ja, je zou het eigenlijk niet verwachten in deze tijd van het jaar, maar af en toe zijn er nog steeds paddenstoelen te vinden. Dus, ik heb er daar eentje gevonden. En die ga ik eens even fotograferen. Wat eventjes belangrijk is bij macrofotografie, dat is echt essentieel. Het is bijna net zo belangrijk als je camera. Je werkt heel veel op de grond. Dus neem iets van een plastic zak bij, of een zeiltje of iets dergelijks. Want je bent gewoon heel veel op de grond aan het werk. Dus die ga ik hier eventjes neerleggen. En dan ga ik even een foto maken van deze paddenstoel. Hij is heel klein. Maar doordat ik mijn camera straks gewoon op de grond kan leggen, heeft dat ook meteen als voordeel dat je gewoon eigenlijk een soort steuntje hebt. Hè? Eigenlijk een soort statief. Je statief is dan eigenlijk gewoon de grond. Dus dat maakt het een stuk eenvoudiger om hele kleine onderwerpen te fotograferen. Ja, en ook als je zo dicht op de grond bent, dan ontstaat er eigenlijk gewoon een nieuwe wereld. Alles ziet er zo anders uit als je er heel dicht op zit en laag bij de grond. Dingen die je gewoon met blote ogen niet ziet, die kun je dan gewoon in beeld brengen. Dus je komt sowieso gewoon met bijzondere foto's thuis. Nou, mocht je het nou leuk vinden om binnen foto's te maken, dan is dit wel een heel mooi objectief daarvoor. Het is een ultra macro lens met een extreme vergroting. Daar kun je hele kleine details echt enorm mee vergroten. Deze heeft een vergrotingsfactor van 2,5 tot 5. En omdat die vergrotingsfactor zo ontzettend groot is, heb je er ook een aantal hulpmiddelen voor nodig om een goed resultaat te hebben. Het is ook geen toeval dat ik nu binnen sta, want dit is buitengewoon heel lastig om te doen. Omdat je zo nauwkeurig moet werken. Dus binnen is ideaal, als het regent bijvoorbeeld. Ik heb hier een macro-reel. En dat is een heel handig hulpmiddel die je nodig hebt. De scherptediepte die we straks gaan gebruiken, of die we straks gaan zien, die is echt misschien maar minder dan 1 mm. En dan heb je dit echt wel nodig om goed scherp te kunnen stellen. Althans, scherp stellen. Dit objectief heeft niet eens een autofocus, dus je moet echt scherp stellen door naar voren of naar achter te gaan. En ik ga dit even proberen, even demonstreren. Moet ik deze even op mijn statief plaatsen. En dan zit hij. Nou, ik ga nu even een foto maken. Dat ik op statief werk is dus onder andere vanwege die scherpte diepte. Maar een ander belangrijk ding is dat deze lens niet super lichtsterk is. Dus je zit al sneller met langere sluittijden. En ik zit nu op 1/4 seconde. En dat is gewoon niet te doen om een scherpe foto uit de hand te maken. Dus dat is ook een reden waarom je deze lens eigenlijk alleen maar met statief kunt gebruiken. Dus die heb je zeker nodig. Nou, de eerste foto die ik ga maken, om te beginnen, gewoon even vergroting 2.8. Dus dat is eigenlijk de minst extreme uitvergroting, maar die is al behoorlijk extreem. Nou, en dit soort foto's kun je dan maken.
Wat mij meteen opvalt als ik dit objectief gebruik, ondanks dat deze knoppen van deze bloemen, nou die zijn denk ik een centimeter breed ongeveer, lukt het me niet om de hele knop in beeld te krijgen zonder dat die scherp is. Kijk, bij die andere macro-lens die we net hadden in het veld, daar kun je in principe ook een portretfoto mee maken of zelfs een landschapsfoto. Bij dit objectief is echt, is dat gewoon niet mogelijk, zeg maar. Hij is alleen geschikt voor macro, dus je kunt niet scherp stellen op iets wat verder is dan ongeveer 10 centimeter van je lens. Dus daar moet je eventjes rekening mee houden. Dus ondanks dat ik hier een hele kleine knop heb van een centimeter ongeveer, kan ik daar maar een klein deel van in beeld brengen. Dus zo extreem is die vergroting. En dan staat hij nu pas op 2,5 en ik kan tot 5. Ik heb hier een lampje in mijn hand van Sunway Photo. En dit is een heel handig lampje. En je ziet ook wat er gebeurt als ik de lamp om het onderwerp heen verplaats. Dan kun je eigenlijk een beetje kiezen waar het licht vandaan wil komen. En dus ook waar de schaduwen zitten en waar ze niet zitten. Dus dit is een handig hulpmiddel. Zo'n lampje heeft heel veel instellingen. Je kunt de kleuren veranderen, de intensiteit veranderen. Je hebt trouwens helemaal niet zoveel intensiteit nodig voor macrofotografie, omdat je hem heel dichtbij kunt houden. Maar dit is even een tip die je zeker moet hebben. Een lampje, het liefst met een accu, want dan heb je gewoon heel veel flexibiliteit. En je steekt hem zo in je zak. Je kunt hem overal mee naartoe nemen. Nou, wat ik nu even gedaan heb, ik heb even de lamp niet van voren de pand belicht, maar ik heb hem even achter het blad gehouden. En dan zie je heel mooi de nerven die je in het blad ziet, die komen dan heel mooi uit op de foto. Dat is ook een voordeel van zo'n lamp. Hè? Dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je een extra lampje hebt. Anders is het eigenlijk gewoon niet te doen. En dan maak je hele mooie bijzondere beelden. Die gewoon eigenlijk bijna niet te herkennen zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat ik ook eventjes ga doen. Die plant is natuurlijk hartstikke mooi. Daar heb ik nu een paar foto's van gemaakt. Maar er zijn ook bepaalde dingen die heel mooi zijn in macrofotografie. Die je misschien niet, waar je niet meteen aan denkt als je denkt aan macrofotografie. Dan denk je al snel aan plantjes, vliegjes, bloemetjes. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van een houten tafel? Daar zitten hele mooie structuren in, nerven. Of zo'n plantenbak natuurlijk. Deze heeft een soort koperen uitstraling. En daar kun je ook een soort abstracte beelden mee maken die heel mooi zijn. Nou, ik heb nu een tijdje met deze lens gewerkt hier binnen en je maakt echt hele mooie foto's mee. Wat ik wel heb gemerkt, deze lens is echt wel best wel specialistisch. Hij heeft een vergrotingsfactor van 5 maximaal. Nou, en dan heb je echt wel extreme vergrotingen. Mocht je nou nog meer vergroting willen, Lauwe heeft een speciale serie, de Aurogon-serie. En dan kun je nog meer vergroten, tot zelfs 50 keer. Maar dan zit je wel echt op microscoopniveau te werken. Dan heb je zo minimaal scherpte diepte, dat je echt wel speciale apparatuur nodig hebt. Hè. Dan moet je denken aan een gemotoriseerde rail, hè, om scherp te stellen. Dus een gemotoriseerde macro-rail. En dan moet je ook echt wel honderden foto's maken en die stacken. Dus dan ben je echt gewoon een hele dag bezig met het maken van één foto. En dan heb je echt gewoon een foto die eigenlijk, waarbij het lijkt alsof die gewoon uit de microscoop komt.